dank u wel. Ik moest even wachten op het trappetje. Ja, je kunt je dat niet voorstellen als je jong bent, maar dat valt niet mee op mijn leeftijd om dat in één wip te doen. En het is wel karakteristiek voor al die jonge mensen hier dat ze daar niet aan gedacht hebben. Dat het een vrij pijnlijke worsteling zou zijn geworden als ik dat had moeten doen. Kijk, dit wordt ook een hele pijnlijke worsteling. Geen idee hoe dit werkt. Niet dus. Drukken op je ding? Zeg, van handig kun je toch niet spreken? Ja, wacht even. Goed. Wie van u heeft gisteren gestemd? Nou, betrekkelijk veel mensen. Wie heeft niet gestemd? Niemand. Wie heeft gestemd op een partij die gewonnen heeft, waardoor u zich vandaag nog een klein beetje opgewekt voelt? Nou, dat is. Wie heeft gestemd op een partij die verloren heeft? Bent u daardoor bedrukt? U voelt dat niet als een soort persoonlijke nederlaag van, wat een rotstreek dat de rest van de kiezers mij niet gesteund hebben in mijn idealen. Ik wil wel toegeven dat ik ook heb gestemd op een partij die verloren heeft. Dus, en ik voel mij er eigenlijk niet verschrikkelijk depressief over. Ik begrijp eigenlijk niet precies waarom nu wordt gedaan alsof ik niet aan zou komen dat de Partij van Arbeid dik zou gaan verliezen bij deze verkiezingen. En of het nou 12 wordt of 9, dat doet er dan natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer toe. U weet ook allemaal dat eigenlijk overal, maar met name ook buiten Nederland, na deze verkiezingen een zucht van verlichting geslaakt is. En we weten ook allemaal waarom. Waarover gingen eigenlijk de verkiezingen in Nederland? Gingen die over onze rol in Europa? Of gingen die over de arbeidsmarkt? Of gingen die over de filevorming? Of gingen die over andere concrete onderwerpen? Nee, daar gingen ze eigenlijk helemaal niet over. Onze verkiezingen gingen eigenlijk over de PVV en over Geert Wilders. En hoe het daarmee af zou lopen en of we erin zouden slagen op een of andere manier te vermijden dat hij de grootste partij zou worden. Al die buitenlandse belangstelling die we nu gezien hebben, op grote schaal in feite, het was echt hartstikke druk bij sommige evenementen. Die was alleen maar niet omdat wij zo interessant zijn, maar die was allemaal vanwege het feit dat Geert een onderdeel was geworden van een soort internationale ellendeontwikkeling, Brexit, Donald Trump, en dan dacht men, daar komt Wilders, die wint in Nederland. Als een gek in Nederland wint, dan moet het natuurlijk toch wel heel, heel ver zijn met de verloedering van de politiek. Want dan zou ook natuurlijk over 3 weken is Frankrijk. En u weet, in september is Duitsland. Dus dan zou Marine Le Pen gaan winnen in Frankrijk. En dan zou de AfD, hè, die zou gaan, nou, winnen van de AfD. Dat is helemaal niet waarschijnlijk. En eerlijk gezegd moet ik u bekennen dat ik er niets van geloof dat de eerste de beste Franse provinciaal zegt, weet je wat, die Wilders die heeft gewonnen in Nederland, ga ik ook op Marine Le Pen stemmen. Hè? Net goed. Daar geloof ik echt geen donder van. Meestal, de meeste stemmers in Frankrijk weten helemaal niet wat er in Nederland gestemd is überhaupt. Dat interesseert ze natuurlijk geen hout. Dus ik vond dat een beetje overdreven allemaal. Maar misschien begrijpelijk. Ik moet zelf bekennen dat ik natuurlijk ook blij was dat opnieuw bewezen is dat Geert de koning van de peilingen is. Dit is eigenlijk de 3e keer dat hij geweldig scoort in de peilingen. En dan als het op puntje bij paaltje komt, dan maakt hij dat eigenlijk niet waar. Al vindt hij zelf dat hij gewonnen heeft. 5 zetels gewonnen. Ik vraag me af hoe hij er zelf binnenskamers eigenlijk over denkt. Maar goed, ik was opgelucht. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik was opgelucht omdat ik het eigenlijk vanaf het moment dat het populisme in Nederland op het toneel verscheen. En u weet, dat is ondertussen ook alweer 17 jaar geleden, 16 jaar geleden, met Pim Fortuyn, was ik eigenlijk verbijsterd dat dat in Nederland kon. Dat je met een vorm van georganiseerde krankzinnigheid een enorme invloed kon uitoefenen op de Nederlandse politiek. Want u weet wat het hoofdpunt van Geert Wilders is, namelijk dat Nederland
onze eigen levenswijze, ons typisch Nederlandse cultuurgoed, dat wordt fundamenteel bedreigd door en is deels al gecorrumpeerd door de oprukkende islam. Mocht u ooit in de gelegenheid zijn het programma van de PVV te lezen, ik kan het u warm aanbevelen, daar staat eigenlijk altijd als er islam staat, staat er oprukkend. De islam rukt altijd op bij Geert. En is in Nederland al heel ver opgerukt. Mocht, ja, ik merk er zelf geen flikker van, maar bij wie van u is al een agressieve Koranverkoper aan de deur geweest? Nee, helemaal niet. Wie volgt een Korancursus? Wie is van plan zich op vrij korte termijn tot de islam te bekeren? Ook niet. Ja, u ziet, dat is mijn indruk dat dat overal eigenlijk wel zo'n beetje het geval is. Waarom is het ook een heel onwaarschijnlijk scenario natuurlijk? Hoeveel islamieten zijn er in Nederland eigenlijk? Op een bevolking van 17 miljoen personen. Wat dacht u zo? Heeft u enig idee? Ja, u mag best wat zeggen hoor. 5 miljoen? 2 miljoen? Hij denkt iets meer. Nou, het is een stuk minder. Want het was gisteren weer 1 miljoen, maar dat is onzin. Het zijn er ruim 800.000. Het waren er ongeveer 800.000. Er zijn wat Syriërs bijgekomen. Die mij in het algemeen bepaald geen extremistische Mohammedanen lijken te zijn. Die komen uit een vrij seculiere cultuur. Dus laten we maken ervan 825.000. Dan zitten we denk ik redelijk in de buurt. En nu is eigenlijk de suggestie dat is 5% van de bevolking. Eigenlijk iets minder, als je even rekent. En nu is de suggestie dat die 5% op een relatief korte termijn, door middel van methoden die ons nooit worden uitgelegd, die andere 95% gaat overtuigen van hun voortreffelijke principes en van het belang van de Koran. Dat is een vrij onwaarschijnlijk scenario. En de vraag is, wie is met die onzin begonnen? Dat is Pim Fortuyn. Geert heeft het niet van zichzelf. Het was Pim Fortuyn. Die heeft er zelfs een boekje over geschreven tegen de islamisering van Nederland. Waarvan ik u de lezing van harte aanbeveel. Ik ken geen dunnere boekjes waar zoveel onzin in staat als in dat boekje. Maar Pim Fortuyn werd door vele Nederlanders, sterker nog zelfs door verstandige Nederlanders, gezien als iemand met een essentiële boodschap. Iemand die wezenlijke positieve dingen ging veranderen in de Nederlandse politiek. Ik zelf zou zeggen, zelden is ons een groter politiek ongeluk overkomen dan Pim Fortuyn en al zijn erfgenamen. Ik weet niet of hier mensen zitten die oud genoeg zijn. Heeft iemand van u ooit op de LPF-lijst Pim Fortuyn gestemd? Ook al niet. Ze moeten toch eens wat meer van die krankzinnigen verzamelen voor dit soort van toespraken. Waar het misschien nog een soort invloed kan hebben. Ja, nou goed, Pim Fortuyn is ongelukkigerwijze doodgeschoten. Dat is een jammerlijke zaak. Hij had nooit in de politiek moeten gaan. En toen hebben we al wat erfgenamen gekregen van Pim Fortuyn. Rita Verdonk, vanzelfsprekend. Die is godzijdank van het toneel verdwenen. Zoals ze zelf zei, ik had de indruk dat mijn houdbaarheidsdatum overschreden was. Ik had dat al veel langer dan zij. En je begint nu ook wel te denken, zou Geert zijn houdbaarheidsdatum eigenlijk ook niet langzaam naderen? Omdat hij natuurlijk in een soort valkuil is gevallen en zichzelf denk onvoldoende heeft gerealiseerd dat hij daarin zit. En dat hij daar eigenlijk niet meer uit kan. Laat ik eerst een analyse maken van wat de PVV eigenlijk is. Juist ook omdat dat het hoofdthema van onze verkiezing is geweest. We kunnen wel net doen alsof het niet zo is, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Het ging altijd over Geert. Zou Geert wel komen of zal Geert niet komen? Nou, hij kwam dus meestal niet. En als die kwam, dan vertelde die wat we al lang wisten dat hij zou gaan vertellen eigenlijk. Ik bedoel, er was weinig nieuws bij. Althans, ik kan me niet. Ik heb 2 keer gekeken. Misschien moet ik nog weer daarvoor nog met een ander klein thema beginnen. Onze debatjes. Ik zou zeggen, kan iemand ons beloven dat we bij de volgende gelegenheid geen debatjes hebben? Ik ben bereid er 1 te accepteren.
de avond voor de verkiezingen, organiseer het goed. Dat was ik de enige die min of meer redelijk en fatsoenlijk liep. Maar zelfs dat laatste debat leek mij totaal nutteloos, als ik zo vrij mag zijn. Ik zag er het nut niet van in. Het ging over de tandarts en zo. Ik dacht, nou laat maar zitten. Het is al erg genoeg dat ik erheen moet. En dan wil ik toch ook liever niet in het debat tussen Emiel Roemer en Lodewijk Asscher over de tandarts aanhoren. Dat is tenminste wat ik me ervan herinner. Maar toen was ik al afgehaakt. En ja, mijn vrouw vindt ze leuker dan ik ze vind. Ik vind het. Ik kan me niet voorstellen dat één Nederlander op grond van de debatjes heeft gezet. Jesse, dat is mijn man. Wat doet die jongen dat leuk. Wat heeft hij ook zijn overhemdsmouwen leuk opgerold. Dat viel mij wel op. Wie hebben opgerolde overhemdsmouwen? Mark Rutte en Jesse Klaver. He? Dat je denkt, wat een onzin is dat nou? Want waar komt dat vandaan? Dat is een beetje Obama opgerolde. Bij mij gaat het niet, dus ik begin er ook niet aan. Bovendien heb ik niet de geringste behoefte, kan ik u verzekeren, om een dynamische indruk te maken. Ik heb nooit in mijn leven de behoefte gehad om een dynamische indruk te maken. Ik wantrouw eigenlijk iedereen die druk bezig is om een dynamische indruk te maken. Dan denk ik altijd, joh, doe normaal. Hè? Wat doet ons dat aan denken? Doe normaal. De hele campagne van de VVD, ik zal er straks nog over komen te spreken, kan samengevat worden in twee woorden. Doe normaal. Waarbij jammer genoeg niet vermeld werd wat normaal is. En ja, dan zit je met een groot probleem. Er is hier geen bushalte in de stad waar niet staat dat ik normaal moet doen. Maar niemand heeft mij een brief gestuurd met de verschillende punten die mij nou duidelijk maken wat normaal is. Volgens Rutte, want ik neem aan dat Rutte en Albe Zijlstra dit samen hebben zitten bedenken met wat marketingstrategen. Doe normaal. Straks daarover meer. Ik wil eerst iets over Geert en zijn partij zeggen. En dat begint met de observatie dat het geen partij is. Het is een beweging die vrij handig gebruik maakt van de mogelijkheid in Nederland, geloof ik, om een vereniging te organiseren. Want Geert is het enige lid van zijn eigen beweging. Hij wil helemaal geen andere leden in die beweging, want Geert leidt aan ernstige paranoia. In de zin dat hij ook zijn eigen fractie in de Tweede Kamer voor geen cent vertrouwt. En dat hij Bosma ook niet vertrouwt. En nou ja, eigenlijk Fleur Hagema ook niet. Hij vertrouwt eigenlijk niemand. Hij is een typische, nou ja, wat doet hij aan denken? Heel veel van die populistische leiders hebben paranoïde trekken. Denkt u aan Trump, een klassieke gelover in samenzweringstheorieën en de grootst mogelijke gekkigheid. Dat komt kennelijk als geestelijke afwijking op dit niveau vrij veel voor. Goed, hij is dus het enige lid van een beweging. En nu moeten we eens even kijken wat die beweging eigenlijk verder voorstelt. Want u weet, hij heeft een programma. Ik weet niet of u dat programma bestudeerd heeft, dat valt vrij snel te doen eerlijk gezegd. Het is namelijk 1A4'tje, zoals u weet. En er staan 5 punten op, als ik het me goed herinner, plus nog een budgettaire observatie. En die punten 1 en 2 zijn uit de EU. Kan ik ook even aan u vragen, wie vindt ook dat we zo snel mogelijk uit de EU moeten? Nou, dat vindt eigenlijk niemand. Als u het zou vinden, mag u even hier komen en in 2 minuten uitleggen waarom we eruit moeten. En wat dat eventueel voor positieve effecten zou hebben. Het tweede punt is terug naar de gulden. Dat is van een zo ingrijpende onnozelheid dat je je altijd afvraagt, gelooft hij die onzin zelf? Bosma kan dat niet geloven, dat is helemaal geen domme man. Dus dat op een of andere manier zijn dit in feite lokkertjes, trekkertjes voor een publiek wat zo dom is dat het denkt dat je terug kunt naar de gulden. Hoewel ik zelf altijd de fout maak om de euro de gulden te noemen. Dat is een kwestie van leeftijd. Ik kom daar niet meer overheen. En ik reken ook alles terug in guldens. Ik weet niet wie van u rekent nog alles terug. Ja, zie je, het is een ziekte. Hè? En dan denk je vaak toch, wat is dat? God vergeten, duur zeg. Ik word gewoon belazerd waar ik bij sta. Zo'n lullig geraniumpje in een potje, 2 euro. Dat is 4,40 gulden. Hè? Het is schandelijk. Moet aangegeven worden. Ja, zo denk ik ook altijd.
ik zwijg nog van de huizenprijzen. Hè? Dat je denkt, als je je eigen huis verkoopt, word ik rijk. Maar ja, dat is in guldens. In guldens word je rijk. Denk aan hele kleine autootjes. Die kosten dan 11.000 euro. En dan denk je, hallo, dat is dus 22 en dan komen er nog twee bij. Dat is 24.000 gulden voor dit. He, voor deze gemotoriseerde beschuitblik. Dat is toch te geks voor woorden. Nou ja, je ziet hoe je als oudere persoon eigenlijk langzaam geestelijk weggedrukt wordt uit wat als normaal wordt beschouwd. Daarover later meer. Ja, het programma. Dan hebben we nog drie punten over. Dat is sluiting van alle moskeeën, sluiting van islamitische scholen en een Koranverbod. We hebben overigens van Geert in een debatje gehoord dat hij ook wel begreep dat een Koranpolitie nou misschien niet het beste idee was in Nederland. En er komt dus een Koranverbod wat niet gehandhaafd wordt. Zo'n beetje net als het verbod van Mein Kampf. U weet, dat wordt ook niet gehandhaafd. Wie van u heeft thuis een leuke editie van Mein Kampf, waar hij zijn partner uit voorleest op latere avonden? Helemaal niemand. Ben ik de enige bezitter van een fijne editie van Mein Kampf? Het is namelijk een prima Nederlandse vertaling. Keurig uitgegeven, mooie blauwe band. Ja, kan u nou warm aanbevelen, is natuurlijk weer een beetje een rare terminologie. Maar goed, hij gaat het Koranverbod niet handhaven, wat nou niet zo sterk was. En Rutte pakte hem daar ook terecht onmiddellijk op. En dan was er nog een soort budgettaire overweging dat de de-islamisering van Nederland... Sterker nog, we weten al niet wat die islamisering eigenlijk is, maar de de-islamisering gaat 7,5 miljard euro opbrengen. Wat natuurlijk een lichtelijk verbijsterende onzin is, want het is niet gespecificeerd. Nou ja, dan heeft u al een beetje een idee dat het hier helemaal niet gaat om een politieke partij. Toen hij met dat programmaatje kwam, dat A4'tje, dacht ik, hij wil helemaal niet regeren. Want je weet van tevoren dat mensen, dat je met dat A4'tje mensen een ideaal excuus geeft om te zeggen, nou ja, sorry, maar met Geert gaan wij niet regeren. Terwijl, hij heeft mij natuurlijk niet gebeld, dat begrijp ik nou ook wel, maar ik kan zonder al te grote moeite een extreem rechts standpunt verzinnen met diverse interessante punten, wat het best mogelijk maakt om met name met de VVD prima te regeren, helemaal geen problemen. He, dat hij dat niet gedaan heeft, daar zie je aan, dat hij dus geradicaliseerd is terwijl hij al vrij radicaal begon, daar zie je aan dat je moet afvragen hoe serieus is hij eigenlijk, wat is de PVV eigenlijk als je er goed naar kijkt. Het is in feite een protestbeweging, het is eigenlijk een eenmans protestbeweging. Want stel je voor dat hij toch zou worden uitgenodigd voor het kabinet, dan is overigens de formatie vrij snel klaar, denk ik eerlijk gezegd, want dan zitten we, nou, wacht even, VVD 33, PVV 20 nu, zitten we op 53, dan hebben ze dus nog, nou misschien dat Sybrand, want die is eigenlijk in de loop van de campagne, ik weet niet of u dat is opgevallen, ik vond dat een hele goede observatie van Pechtold. Die zei, we zijn flink aan het radicaliseren, maar Sybrand wel het meeste. Hè? Ja, ik vond het pijnlijk. Ik heb altijd gedacht dat die Sybrand een keurige man was, zoon van een burgemeester nou, en bovendien nog vrij deftig ook. En dan krijg je die populistische lulkoek van de afgelopen weken die over ons wordt uitgestort. Hè? Wat was het, zei die ook alweer? De Nederlandse bevolking schreeuwt om veiligheid. Is u dat ook opgevallen? Ja? U wilt ook wel veiliger worden? Ja, maar veiliger op straat. Oh, maar wanneer wordt u bedreigd dan op straat? Ik kom door alle kanten bedreigd worden. Oh ja? Hoe? Dat zegt u niet, maar dat zeg ik. Ja, nee, ik zeg het niet, want ik word nooit bedreigd. Nou, als je gewoon normaal loopt, loop je dan veilig 's avonds? Ja, ik wandel elke avond al, zolang als ik in Utrecht woon, al 40 jaar of meer, wandel ik elke avond door het duister, ook op novembernachten. Maar dan kennen ze u waarschijnlijk. Nee, ze kennen mij niet. Dan kennen ze u niet. Nee, ze schrikken zich de tak als ik eraan kom. Dat is het juist, ik heb een oude regenjas en ik heb een zekere sloffende pas over mij. Ik zie mensen vaak even naar het andere trottoir uitwijken als ik eraan kom.
Ja. Nee, ja. Ik heb een tijdje in New York gewoond en daar zei iedereen, je moet enorm oppassen voor overvallers. En ik liep ook al 's avonds over straat en ze waren doodsbenauwd voor mij. He, omdat je natuurlijk een baard, u heeft, dat is misschien ook, heeft ook een baard. Nou, dat weet ik niet. Dat zegt maar u heeft een veel te nette baard. Wat zegt u? U heeft een veel te nette baard. Ja, maar u hebt een beetje, ja. Beetje. Ik zie er enger uit. Ja. Mijn aanbeveling is aan u, zorg dat u er wat enger uitziet. Meen je? Ja. Ik kan het u wel leren hoe ik het moet doen. Nee, dat hoef je niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Iets enger, dan zal u niks meer overkomen. Maar u wandelt 's avonds hier rond en nee, dan... ik woon hier aan de overkant. Ik laat mijn hond uit. En dan moet je naar uitkijken wie er achter je lopen. Jamie. Dat bedoel ik even. Oh, nou moet ik zeggen dat u Buma niet bedoelde dat mensen met een hond bedreigd werden? Nee. Heeft u een grote hond of een kleintje? Nee, ik heb een Mechische herde. Ja, kijk, daar zijn ze wel bang voor. Maar loop nou eens 's avonds alleen en je gaat iets vertellen over Marokkanen, Turken en IJsselen. Dan ben je niet meer veilig. Ik moet zeggen, kijk. En dat zegt Geert Wilders ook. Ja, ik kijk ervan op. Nou kan Geert Wilders dat, die kan dat niet weten. Nee. Want die wordt op zijn avondwandeling begeleid door 6 personen. Ja, maar die hebben beveiliging. Plus een zwarte Audi. Ja. Dat is natuurlijk weer een heel andere propositie. Ja. Nou ja, ik sta ervan te kijken. Nou was dat schreeuw om veiligheid betrof vooral jihadisten. Heeft u daar ook last van? Of? Nee, dat dacht ik al. Oh. Nou ja, ik moet u zeggen, ik als dat zo is, moet u dat aanmelden bij de gemeente, dat u zich niet veilig voelt op straat. Maar wat doet de gemeente? Totaal niets. Aha, de gemeente doet totaal niets. Nee, we leven niet in een vrij land. Wij leven niet in een vrij land. Nee, nee. U gaat stap voor stap, u radicaliseert sneller dan Sybrand Buma, als ik het zo bekijk, hè. Want ik moet u zeggen dat mijn indruk is dat wij in een volkomen vrij land leven. Ja. Althans, voor zover landen vrij kunnen zijn, is Nederland een vrij land. Nou, ik denk het toch niet. En maar door wie of wat wordt uw vrijheid beknot? Nou, kijk maar eens om je heen. Kijk u nou eens gewoon om u heen. Ja, en niet hier, maar buiten. 's Avonds. Ja. Daar loop je niet veilig. Echt niet. Moest kijken wat er 's avonds loopt en wat er in de hal staat bij ons in die flatgebouw. Ja, dan moet je heel rustig naar boven lopen. Dan is het, hey joh, wie ben jij nou? Ja. Snap u? Ja, ik snap het wel wat u overkomt. Maar, en ik sta ervan te kijken. En kennelijk wandel ik in een totaal ander deel van de stad. En ik vind, als u deze gevoelens, als die geconcretiseerd kunnen worden, dan moet u daar ook, dan moet er een soort van wijkafdeling zijn, een wijkkantoor, daar moet u werk van maken. Want dat is een van de aardige dingen van vrije landen, dat u er werk van kunt maken. Maar dat moet u dan wel doen. U moet dus niet piepen en klagen, u moet er werk van maken. U moet desnoods in de politiek gaan. U moet desnoods moet u zorgen dat u een partij opricht onder de titel Ik voel mij niet veilig. Dat is een van de problemen van een deel van de Nederlandse bevolking. Dat wij enorme klagers zijn en er vervolgens niets aan doen. Denkt u aan de bekende klacht dat de politiek niet naar ons luistert. Iedereen in Nederland die kan in de politiek gaan. Als u zich aanmeldt, u ziet er keurig uit. U heeft een hond, wat kan er misgaan? Als u zich aanmeldt bij welke partij dan ook, waar u een klein beetje sympathie voor koestert, zult u zien, u mag beginnen met folderen en u wordt niet de deur gewezen. Maar dat gebeurt niet, dat is het gekke juist. We hebben een heel open politiek systeem. En iedereen zegt dat het gesloten is, maar dat is het niet. Alleen moet je een heel klein beetje moeite doen om je daarbij, als je dat wil, om je aan te melden. Maar goed, laten we dit toch afsluiten, deze... Wat heeft u gestemd? PVV. Ja. Ja, het is heel moeilijk te zeggen, maar het is toch... Nou, nee, ik moet zeggen. Ja, u zegt net... Ja, het jammere is dat uw stem natuurlijk verspild is. Uw stem is verspild. Ja. U heeft hem weggegooid. Dat heeft de Partij van de Arbeid ook. Ja, ik heb mijn stem ook verspild, als u het zo wil zien. Ja, ik kan beter op
had beter op Pechtold kunnen stemmen. Ja. Maar dat heb ik niet gedaan. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaat die stem van u, hoe gaat Geert u helpen? Geert gaat u niet helpen namelijk. Nou. Want Geert komt niet in de regering. Wat had u moeten doen? Als u er even over na had gedacht, op wie had u moeten stemmen? Op de VVD natuurlijk. Die kan eventueel, en ook als ik even naar het programma van de VVD kijk, dan zou u daar denk ik op de rechtervleugel dingen vinden die u goed zouden bevallen. En van de VVD weet je dat die gaat regeren. Van de PVV wist u... Nee, dat wist niemand. Dat die niet ging regeren? Nee, dat wist niemand. Nou, dan moet ik u zeggen, ik weet niet wat u uitgesproken heeft de afgelopen 6 maanden. Maar kennelijk heeft u geslapen onder uw kussen. Nee, dat... En heeft u uw partner daar flink op laten drukken. Nee. Dat zonder dat u buiten adem raakte. Anders weet ik het ook niet. Want het is wel vrij duidelijk geworden dat niemand met de PVV in zee wou. Nou, dat weet ik niet. U denkt dat er nog wel een kansje is? Ik zou er van opkijken. Ik spreek u nog eens over zoveel jaar dat het wel zo is. Nou, niet te veel, want dan ben ik dood. Dus dan moet het wel een beetje kalm houden. Zullen we zeggen 5 jaar? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Hoe oud bent u? Wat denkt u? Nou, ik schat u op 55. Nou, ik word 70 binnenkort dus. Nou, dan bent u echt een vitale bejaarde die bovendien ook gezorgd heeft dat hij niet te veel snoepte. Nee. Wat ik niet zeggen kan. Nee, dat hoop ik ook. Kijk. Huh? Nou, dan zitten we zo'n beetje op hetzelfde spoor. Ja, uiteraard. En dan zou ik zeggen, laten we 5 jaar nemen. Zullen we dat doen? Ja. Want dan ben ik 78. Nou, dat zou je niet zeggen. Dat zou je niet zeggen. U was mij dat ook wel een beetje verplicht natuurlijk om dat nu te zeggen. Dat begrijp ik ook wel. Hè. Maar we nemen toch 5 jaar en u bent dan 75. Dus dan zijn we allebei oudjes. Misschien kunnen we elkaar met de rollator ergens treffen. En dat u de boel laat trekken door uw Mechelse herder. Dat zou kunnen. En dan durf ik u nog te gaan. Ik durf te wedden, hoewel ik alle weddenschappen verlies die ik afsluit. Durf ik te wedden dat Geert ook over 5 jaar niet meeregeert. Nou. Ik stel 1 conditie. Komt die vluchtelingenstroom weer op gang? He, met die beelden van de Balkan waar je van die verregende groepen van honderden mensen met oude plastic tassen voort zag trekken. He, door die ongelukkige landschappen daar. Dan garandeer ik niks. Dus, maar mits dat niet zo is. He, mits het migratieprobleem geen centrale rol speelt in de komende 4 jaar. Wil ik wel met u wedden. Om een fors bedrag. Dat niet gaat gebeuren, dat Geert niet mee gaat geven. Maar ja, we worden toch afgeleid in... Straks hebben we nog een vragenuurtje aan het eind en dan kunnen we nog even door. Maar ik vind wel dat u niet goed nagedacht heeft over de effectiviteit van uw politieke optreden. Vergeet niet, een stem is een politieke optreden. Ik heb ook niet goed nagedacht, maar... Ja, je zit zelf. Ja, dat komt omdat ik door empathische gevoelens, vooral ten opzichte van mijn partner... Ja. Nou ja... Goed. We komen er niet helemaal uit. Maar ik wandel. Misschien moet ik u aanbevelen om daar te gaan wandelen waar ik ook wandel. Ik woon achter het Wilhelminapark. En dan loop ik door het park en over de Malibaan en over de Singel en dan ga ik zo weer terug naar huis. En ik moet u zeggen, ik word nooit bedreigd. Nooit. Nee, ja, ik denk omdat ze bang voor me zijn. Dat is mijn theorie. U gelooft dat niet. U zou mij eens tegen moeten komen s'nachts. U zou zich de takken schrikken. En denken, wie is die wonderlijke oude zwerver? Goed, we gaan door op het thema wat ik even had aangesneden. Maar het was een interessante gedachtenwisseling, moet ik u zeggen. Ik hoop dat ik u duidelijk heb gemaakt dat u de volgende keer veel meer in uw eigen belang moet stemmen. U heeft nou eigenlijk een soort emotionele stem uitgebracht. Zo van, dit heeft u eigenlijk gedaan. Hè? Fuck you, de klote land. Ja, maar dat heeft geen enkele zin, fuck you te roepen. 0,0. U moet stemmen op een partij die de dingen kan veranderen. In uw richting. En dat is de VVD.
U heeft vast niet het programma van de VVD gelezen. Misschien moeten we het daar straks even over hebben. En dan zou u denken, nou, die rukken lekker op naar rechts. Waar was ik gebleven? Ja, gesteld nou eens, u zou gelijk krijgen. En Rutte, die wordt morgenochtend wakker en die denkt, arme Geert, die is geïsoleerd geraakt, die voelt zich niet happy. Ik ga hem toch even bellen, of die niet in het nieuwe kabinet wil komen. Waar, met wat probleem zit Geert dan, dat hij geen personeel heeft om ministers te leveren en staatssecretarissen en nou ja, die hele rimram van min of meer deftige geschoolde personen die je nodig hebt om zo'n kabinet te runnen. Die heeft hij niet. Want niemand wil voor Geert ergens in gaan zitten, want je weet dat je er helemaal uitraakt dat je nooit van je leven meer een baantje vindt. Dat is misschien niet juist, maar dat speelt wel een belangrijke rol. Dus Geert heeft eigenlijk, er zijn drie factoren. Geert is nogmaals wat ik zei, een eenmans protestbeweging. En protestbewegingen zijn even interessant omdat ze een zogenaamde signaalfunctie hebben. Ze zijn een signaal voor andere partijen. Oei, misschien moeten we toch een beetje kalm aandoen met de immigratie in Nederland. Dat wel. Maar ze spelen dus beleidsmatig. Je zou het zo kunnen zeggen, Geert heeft invloed, maar geen macht. Zo moet je het denk ik formuleren. Invloed heeft hij wel, dat geloof ik zeker. Want waarom zijn onze verkiezingen zo verlopen als ze verlopen zijn? Dat komt omdat Geert in 2015 en in 2016 permanent hoog stond in de peilingen. Waardoor iedereen dacht, goede rot nog een toe. Je moet je voorstellen wat Nederlandse ondernemers denken bij het idee uit de EU en terug naar de gulden. Dan word je wel vrij zenuwachtig als je ondernemer bent. Goed, dat was de PVV. Ik hoop dat ik u duidelijk heb gemaakt, zelfs u, dat het eigenlijk niet veel meer is dan een protestbeweging. Een soort koortstemperatuurmeter van de bozigheid van de Nederlanders. En eigenlijk blijkt steeds, dat is wel misschien een nuttig puntje, eigenlijk blijkt steeds, wat hier nu vanmiddag ook is gebleken, u bent eigenlijk de enige boze Nederlander, voor zover ik het kan zien, die hier is, en u heeft verreweg de meeste aandacht gekregen. Al die tevreden Nederlanders, die zo leuk rond u gegroepeerd zitten, die hebben veel minder aandacht gekregen. Dat is eigenlijk, daar heb je in een nutshell de Nederlandse politiek van de afgelopen 17 jaar. Ik weet niet of u van die, nou ja, u bent 70, dus kent u niet van die gezinnen waar ze zo drie kinderen hebben? Twee daarvan, altijd braaf geweest, nooit blijven zitten, al heel snel een hele nette partner gevonden, kinderen gekregen. Altijd met zo'n bakfiets door de straat aan het fietsen met die kindertjes erin en zeggen, joe, wat gezellig en leuk allemaal. Maar in dat gezin, niet waar, was er één, de laatst geborene, een jongetje, die niet wou deugen. Verkeerde vrienden, aan de drugs, naar het buitenland. Het is één lange lijdensweg. En nu is mijn vraag aan u, wie van die drie kinderen krijgt van de ouders verreweg de meeste aandacht? Ik wil u ons helemaal niet vergelijken met de door mij nu gepostuleerde laatstgeborenen die niet moet deugen. Absoluut niet. U ziet er veel te netjes uit voor zo iemand. Ja. Zo gaat dat. En zo hebben we in Nederland eigenlijk, we hebben ons gefixeerd in de afgelopen 17 jaar op de boze burger. Maar uit alle onderzoek wat er ooit gedaan is, of het nu door het Sociaal Cultureel Planbureau is, of door het Centraal Bureau voor de Statistiek, of welk bureau dan ook maar, blijkt dat de boze burgers ongeveer maximaal 20% van de bevolking vormen. Denkt u even terug aan de LPF, 26 zetels. Denkt u terug aan het hoogtepunt van de PVV, dat was 25 zetels, 2010. Het is altijd ongeveer hetzelfde. Maar die andere 80% die heel tevreden zijn, overigens volkomen terecht, want Nederland is een prachtig land waar weinig mis is, ja, behalve dan waar u wandelt, daar wordt heel weinig aandacht aan besteed. En dat is eigenlijk, ja, ik vind dat ontzettend jammer en het vertekent in allerlei opzichten de manier waarop we naar Nederland kijken. Nu moet ik toch naar switchen naar mijn volgende thema. En dat is
Onze opluchting over het feit dat Geert niet gewonnen heeft, doet ons misschien wel vermoeden dat eigenlijk het populisme verloren heeft. En als u zegt het radicale populisme van Geert, het in feite radicale anti-islam standpunt van Geert heeft verloren, ja, dat is waar, dat wil ik niet ontkennen. Maar in feite heeft het populisme helemaal niet verloren. Want in plaats van de confrontatie te zoeken met de onzin die populisten in het algemeen verspreiden, en daar is Pim Fortuyn ruimschoots mee begonnen, niet waar, hebben de andere partijen niet gedacht, wij moeten in het geweer komen, wij delen de normen en waarden van de populisten absoluut niet. Nee, integendeel, heel veel Nederlandse partijen, zeker die rechts van het centrum, zijn tegen dat populisme aangaan, gaan schurken. Die hebben gedacht van, nou ja, als wij een soort populisme light bieden, je hebt ook, nou, dan denkt u aan cola en allemaal dat soort van dingen, dan kunnen wij misschien ook profiteren van, nou ja, van die gevoelens van ongenoegen die klaarblijkelijk leven bij een deel van de Nederlandse bevolking. En op dit punt, ik verwijs weer even terug dat Geert Wilders 2 jaar lang riding high in de peilingen was, hè. Iedereen dacht, waarom waren al die buitenlandse cameraploegen hier? Vanwege die cijfers waren ze hier. Dat was duidelijk niet van dat ze ons zo interessant vinden, totaal niet. Wij zijn namelijk uniek oninteressant. Het interessante was, zou het mogelijk zijn dat een uniek oninteressant land iets interessants doet? En inderdaad, we hebben niks interessants gedaan. Dat is eigenlijk te komen, als u even, stond een prima artikel in de New York Times, heeft u thuis een computer, zoek het even op, waar eigenlijk alles keurig op een rij werd gezet, wat er gebeurd was en hoe het in elkaar zat in Nederland. Een vrij lang stuk, maar ik dacht toch zo, dat is tip-top journalistiek, dat is goed gedaan. Want die leiden, ja, die reizen maar door, die zijn hier 4 dagen en dan zijn ze weer ergens anders waar het fout gaat. Ze gaan natuurlijk vooral naar landen waar het fout gaat. Denkt u weer aan dat jongetje van dat gezin. Ja. Want dat is, daar steekt natuurlijk nog een heel ander raamwerk achter, wat wij gauw vergeten. Ik weet niet of u daar ook last van heeft. Dat natuurlijk goed nieuws is geen nieuws. Niemand komt melden dat er in Utrecht ook buurten zijn waar je niet bedreigd wordt. Dat komt niemand melden. Maar u komt straks melden dat u in een buurt wandelt waar je wel bedreigd wordt. En dan moet iets aan gedaan worden, vanzelfsprekend. Goed nieuws is geen nieuws. Dat is een van de meest rampzalige onderdelen van de media-industrie. Want als je natuurlijk elke avond, 's avonds braaf naar het journaal kijkt, eerst om 6 uur en dan om 8 uur en eventueel nog naar even die talkshows, niet waar, dan denkt u, nou ja, het kan met de wereld niet meer goed komen. Want er is altijd wel wat. Er zijn 7 miljard mensen op deze planeet. En een deel daarvan leeft in landen waar vrijwel alles mis is wat er mis zou kunnen zijn. Burgeroorlogen, weet ik wat voor verschrikkelijke ellende. En dan, nou, en dat ziet u. Niemand komt zeggen, nou, het is een dorp in Pakistan waar ze al 1000 jaar de vrede hebben bewaard. Dat zult u niet gaan horen. Nou heb je ook heel weinig dorp in Pakistan waar ze dat gedaan hebben. Maar ze moeten er zijn. Is het u nooit opgevallen dat je van die landen op televisie ziet waar je het gevoel hebt, alles is daar fout. En dan ga je daarheen, in mijn geval niet, ik ben geen reiziger, maar je kennissen zijn daar geweest. En ja, er is niks aan de hand, ik heb helemaal niks gezien. Dat zou je nou in Syrië beter niet kunnen doen. Maar goed, er zijn genoeg landen waar in principe alles fout lijkt te zijn, maar waar in feite het normale leven in feite zo'n beetje zijn gangetje gaat. Ja, daar wonen in Bangladesh, ik geloof, 200 miljoen mensen. Het is natuurlijk niet waarschijnlijk dat ze allemaal op verschrikkelijke manier de pineut zijn. Denk ik. Maar houdt u dat altijd in de gaten als u gedeprimeerd na het journaal naar de slimste mens gaat kijken. Houd dat altijd in de gaten. Dat wat u ziet is een cultureel afgesproken minimale uitsnede uit de ongelooflijke, onbeschrijfelijke complexiteit van wat zich in deze wereld voordoet. En het wonderlijke is, ja, ik kan u er even op wijzen, aan het begin van de vorige eeuw had de wereld iets minder dan 2 miljard inwoners, mensen. Aan het eind van die vorige eeuw
Dus in het jaar 2000 waren er 6 miljard inwoners. Dus op een of andere manier moet het homo sapiens, dat zijn wij, voor de winst zijn gegaan. Want anders waren er natuurlijk niet 4 miljard bijgekomen. He, anders zou het misschien gehalveerd zijn als het echt verschrikkelijk was. Ik zal u tenslotte vervelen met een enkel, maar toch wel merkwaardig feit. Hoeveel dodelijke ongelukken denkt u dat er in het verkeer wereldwijd gebeuren elk jaar? Elk jaar weer. Het is een vrij constant gemiddelde, bovendien interessant genoeg. Wat denkt u? Per jaar, wereldwijd. 600. Nou, dat hebben we in Nederland. Dat is in Nederland. We hebben het nu over de wereld. Maar heeft u nooit in Griekenland of in Italië gereden? Hè? Dat je altijd al na een half uurtje denkt dat er nog een Italiaan over is. Dat is een wonder. 100.000 wordt hier gezegd. 1 miljoen. 1.250.000. Dat is 4 maal zoveel als alle moorden en oorlogsslachtoffers in de wereld in hetzelfde jaar. Hè? Dus eigenlijk wordt er een permanente, gruwelijke, omvangrijke oorlog gevoerd onder onze eigen neus, zonder dat we het zien, zonder dat we het opmerken. Overigens in Nederland, zoals u weet, is het enorm gedaald. 72 was het hoogtepunt, 3000 doden op de weg, 3000 elke dag, 10 doden. Nu is het 600 ongeveer. Het stijgt weer iets. Ik heb mij laten vertellen, dat komt door de iPhone. He, dus die fietsers hier in Utrecht, daar kunt u ook zien, de studenten zien ze allemaal, terwijl ze fietsen op dat ding te kijken. Ja, dan word je te prettig gereden natuurlijk. He, een beetje eigen schuld, dikke bultverhaal. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die in een auto zitten te teksten. He. Doe dat dus niet. Ja, drinken valt in Nederland enorm mee. Dat is in Amerika veel meer een probleem, maar dat valt in Nederland wel mee. Ze zijn er, zonder meer. Maar valt mee. Dus... mijn punt was, we zijn tevreden, Geert is verslagen, maar mijn punt is nu, het populisme is helemaal niet verslagen. Het populisme is als een soort schimmel binnengegroeid in andere politieke partijen. En ik denk hier in het bijzonder aan de VVD en aan het CDA. En ik zal u daarvan een reeks van voorbeelden geven. Van Buma verbaasde het mij zeer dat hij voor dat populistische scenario is gegaan. He, u weet, wat zegt hij ook alweer, onze normen en waarden zijn totaal verloederd. Gek genoeg komt dat door Rutte, die kennelijk niet normaal genoeg gedaan heeft op een of andere geheimzinnige manier. Hoe het zit begrijp ik ook niet. En u weet ook wat Sybrand Buma voorstelde om die normen en waarden weer kloek terug te brengen in de Nederlandse samenleving. Daarom vond ik het ook dat u gewoon bent blijven zitten toen ik begon, in plaats van even op te staan, op zijn minst 2 coupletten van het Wilhelmus te zingen. Dat vond ik toch wel een afgang, ja, ik moet zeggen. En ook dat u niet allemaal een plaatje van Willem-Alexander bij u had. Het hoogste en het heiligste wat er in Nederland eigenlijk te vinden is, het Koninklijke Huis. Dat je ook denkt, beginnen die mensen net een beetje normaal te doen. En dan krijgen we deze kletskoek. Hè? Nou ja, bovendien, ik heb het al eens eerder gezegd. Als ik nou denk aan het hoogste en het heiligste, weet ik niet of ik kan wel Willem-Alexander. Ik vind hem een hele sympathieke, aardige man. Maar het hoogste en het heiligste, dan denk je toch aan een beetje anorexia-achtige, doodsbleke man. He, die voor grote idealen staat, zoiets in die geest. Of denkt u daar helemaal niet aan eigenlijk? Ik zie wel dat u heel weinig denkt aan het hoogste en het heiligste. Dat is wel duidelijk. Laat ik proberen om uit te leggen waarom ik in feite de hele campagne van de VVD bezwaarlijk vond. Omdat die naar mijn idee populistisch was. Dat begon, als u het zich nog herinnert, met het programma Zomergasten. Daar was natuurlijk keurig allemaal georganiseerd op afspraak. Ik bedoel, er was niets spontaans was daar aan. Daar was een itempje waarbij protesterende Turken, ik meen in Rotterdam, die hinderden daar Nederlandse cameralui. Nou, Rutte wond zich enorm op. Het is een uitstekende toneelspeler. Hij zei, ja, ik zat thuis op de bank en dan kan ik nog maar één ding zeggen. Pleur op. Ja, dus naar Turkije.
He? Niet pleur op en ga vanavond gewoon, ga je rustig houden of zo. Nee, pleur op. Als je niet tevreden bent met Nederland. He? Als je vindt dat hier te veel vrijheid is, dan zijn er andere mogelijkheden, zal ik nou maar even zeggen. Pleur op. Dat was keurig gearrangeerd. Ik weet niet of u de brief van Rutte heeft gelezen. Week of wat voor de verkiezingen. Nou, een week, misschien een maand. Ik ben zo oud dat ik dat nooit meer scherp in de gaten heb hoe dat zit. Dat was een brief en de aanhef was: wij leven in het heerlijk land waar eigenlijk niets mis mee is. Zeker niet nadat ik 4 jaar geregeerd heb. Maar nu was het zo jammer dat wij worden bedreigd door mensen die dat zich niet realiseren en die de boel verstieren. Verpesten, verstieren, ik weet niet precies wat er letterlijk staat. En dan denk je nog, ja, dat kan wel kloppen. Er zijn natuurlijk in elk land zijn lui die er een beetje een potje van maken, een zootje van maken. Daarvoor hebben we in principe politie en autoriteiten om dat aan te pakken. Dat is de eerste alinea. Dus dan denk je nog, dit is een heel neutraal, leuk gesteld stukje. Maar dan komt de tweede alinea. En wat staat daar in feite in? Dat verstieren het werk is van immigranten. Die niet nader gespecificeerd worden, worden ingezet, Syriërs of lui die zomaar binnenkomen, rollen of Polen of weet ik veel wat. Nee, het wordt niet nader gespecificeerd. Het zijn in grote trekken de anderen. Het zijn vreemdelingen. Ja, die in feite door Rutte als zodanig benoemd worden. Wat is er mis met vreemdelingen? Dat kan ik. We hebben in Nederland een normale. Normaal, houdt u dat woord in de gaten. We hebben in Nederland een normale, gezellige, typisch Nederlandse manier van leven. En nu wil het ongelukkige geval dat de vreemdelingen, de anderen, die begrijpen niks van onze sympathieke, gezellige, vooral dat woord gezellig, hè, die begrijpen niks van Nederlandse gezelligheid, dat willen ze verstieren. Je zou zeggen, nou ja, dat zou kunnen, maar dan wil ik wel graag wat concrete bewijzen lezen over het regelmatig verstieren van gezellige verjaarspartijtjes door vreemdelingen. Hè? Of door Poolse arbeiders, of door weet ik veel wie, maar daar zijn geen gegevens over verstrekt door de VVD. Sterker nog, ik weet alleen de Amerikaanse cijfers, daar is het zo dat juist de immigranten minder crimineel en afwijkend gedrag vertonen dan de mensen die er al zijn. Wat deels wel begrijpelijk is, omdat je als immigrant vaak een hoop glazen krijgt wanneer je de boel komt verstieren. Ik vermoed zelf dat in Nederland niet fundamenteel anders ligt dan het in andere immigratielanden ligt. Zijn wij een immigratieland? Ja. Daar moet je gewoon, zolang het zo goed gaat als. Eigenlijk is het feit dat er zoveel mensen bij ons naar binnen willen, dat is natuurlijk reclame voor Nederland. Dat begrijpt u toch ook wel. Hè? Ja, als tegen de tijd dat niemand meer in Nederland binnen wil, dan weet u dat. En u zelf begint te denken, misschien wil ik er wel uit. Hè? Misschien wil ik wel naar Canada. Dan schijnen ze zo enorm gezellig te zijn. Hè? Dat ga naar Canada. Ja, en dan komen we aan een interessant punt waarbij de VVD steeds die begrippen hanteert, het doe normaal. Dat is normaal is zoals Nederlanders altijd en overal doen. Hè? Typisch Nederlands. Een typisch Nederlandse levenswijze. Daar werd ook door Halbe Zijlstra regelmatig werd dat naar voren gebracht. Heeft de VVD ook maar één enkel moment geconcretiseerd wat dat is? Wat is normaal in Nederland? Bent u normaal? Nou, ik wil wedden als ik even doorvraag dat de helft hier volstrekt abnormaal is. Hè? Dat er niks van deugt. Ik heb direct aan mijn vrouw gevraagd, denk je dat ik normaal ben? Nee, zei ze, dat dacht ze niet. Ze kende eigenlijk niemand die zo abnormaal is als ik. En dat komt natuurlijk omdat ze me al zo lang kent. Hè? Ze heeft al die abnormaliteiten heeft ze getabuleerd in de loop der jaren. En ik ben niet normaal. Zou ik trouwens normaal willen zijn? Wie van u wil helemaal niet normaal zijn? Heeft u enig idee wat normaal zijn zou kunnen zijn? Nee, want dat wordt niet gespecificeerd wat normaal zijn is. Is normaal een modaal gezinnetje wat in een ontzettend leuke woonkamer in een doorzonwoning in Gouda met voor de deur zo'n Peugeot 208 of zo, of hoe heet die dingetjes, en u bent 2 keer per jaar ben u met vakantie.
U gaat één keer naar het Sauerland, u gaat één keer skiën. Twee kindertjes, omdat die derde altijd glazen veroorzaakt, hebben ze die niet gekregen.